Zondagmiddag 14 april vierde Overdag Ensemble, oftewel ODE, Laarbeek het 10-jarig bestaan met een jubileumconcert in het muziekcentrum Het Anker in Beekendonk. Het muziekcentrum was tot de laatste stoel bezet tijdens dit prachtige jubileumconcert. Als solisten traden op hoboist Sander Rooijakkers en zangeres Lianne Lentzen. De Tamino's hadden bij hun optreden onder andere voortreffelijke vertolking van muziek van Jacques Brel. De 92-jarige moeder van de overleden dirigent Theo Lokken werd als eregast in het Bloemetjes gezet. Nu tijd geworden voor muziek.